en welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we een bananenbrood proberen te bakken. Ik heb een recept opgezocht van Miljuschka. Kan je online vinden, maar aangezien ik niet alle spullen had, heb ik het maar gewoon voor zo'n 90% qua ingrediënten aangepast. Wat ik wel voor het recept doe, is het bakblik invetten. Alleen in plaats van olie heb ik boter heb ik olie gebruikt. Ik weet ook niet precies wat er in het recept stond. Ik neem de voice-over ook echt veel later op. Het was een experiment, dus neem dit ook niet als tutorial. Dit is een experiment, let erop. Doe niet precies wat ik doe. Experiment, geen lessen. Maar goed, vervolgens wel om te zorgen dat echt niks kan aanbakken. Een stuk bakpapier erin. En ja, dat is net zo'n irritant proces als dat het lijkt. Om een bakpapier in een ingevette bakplaat proberen te douwen. Vervolgens de boter afwegen. Je moest gesmolten boter gebruiken, maar ik had de boter niet eens op tijd uit de koelkast gehaald. Dus dat... Oeps. En vervolgens heb ik dus echt met zorg de boter afgewogen. Steeds kleine stukjes om vervolgens tot de conclusie te komen dat het stuk boter wat we nog over hadden in de koelkast nog exact groot genoeg was. En ik al het wegen dus voor niks had gedaan. Zo is het leven soms. In ieder geval heb ik de wasbak maar even vol met heet water gezet. En nu hopen dat de boter die in de mengbak, in die grote witte bak, dat het smelt in ieder geval. Dan vervolgens de suiker afwegen. Ik had geen witte suiker, dus ik heb bruine suiker gebruikt. Tenminste, ik had al witte suiker, maar die bruine suiker die stond al zo lang in het kastje dat die ongeveer versteend was. Dus ik dacht, gooien we die er maar in. Ik had ook geen zin om vanillestokjes te gaan schrapen en weet ik veel wat. Dus heb ik ook nog wat vanillesuiker bij gegooid, zodat je toch die vanillesmaak een beetje hebt. Luiheid. Vervolgens de hele boel bij elkaar gegooid, dus met de boter, in de hoop dat de boter een beetje gesmolten was. Spoiler alert, dat was die nauwelijks, dus het mixen was een beetje een interessant proces. De suiker vloog alle kanten op, ik moest mijn hand erboven houden en dan had je nog klontjes boter. Maar goed, dat komt tijdens het mixen wel goed uiteindelijk. Vervolgens is de bedoeling dat je tussendoor regelmatig een ei toevoegt. 2 eieren geloof ik in totaal. Dat heb ik wel netjes gedaan. Ik heb ook gewoon eieren gebruikt. Ja, ik hou me nog wel een beetje aan het recept. En dan zal je zien, ja, dit is niet een manier om een ei te slachten. Nee, dat ging een beetje mis. Foutje, moet kunnen. Maar goed, uiteindelijk behoort het meer een soort... Het gaat steeds meer weg hebben van een soort modder. Dan gaat er ook nog eventjes melk bij, een heel klein beetje. En dan weer mixen. 90% van het maken van bananenbrood blijkt gewoon puur mixen te zijn. Vervolgens, ik had geen gewone bloem in huis, alleen volkoren. Hetzelfde wat ik ook voor mijn brood gebruik. Dus ik heb volkorenbloem gebruikt, weet je wat? Dan is het trouwens meel en geen bloem. Dat hoorde ik laatst bij doorbakken. Ja, dat zei Robert. Op tv. Hoe dan ook, het is dus meel. Ja, meel, geen bloem. Maar goed, niet belangrijk verder, hooguit gezonder, want volkoren en zo. Ik had ook geen baking soda, dus ik heb gewoon bakpoeder gebruikt, want dat had ik nog wel in huis en gebruik ik nooit. En dat gaat dan bij de mix en vervolgens gaan we dat door elkaar heen scheppen. Let wel op dit moment, ik gebruikte alleen mijn gezond verstand en ik had dus geen flauw idee of dit daadwerkelijk ook zou lukken. Aangezien ik tot dusver dus al de helft van de ingrediënten zo ongeveer veranderd heb. Vervolgens als het dan allemaal door elkaar heen gemengd is, dan is het tijd om de bananen te gaan prakken. Ik heb 3 bananen genomen, die hadden eigenlijk ouder moeten zijn. Ik had ze aan het begin van de week gekocht en ik had gehoopt dat ze daadwerkelijk oud zouden zijn tegen het einde van de week, maar dat viel nogal tegen. Ze waren nog aardig vers, ideaal gezien, weet je wel, zijn ze meer zoals die ene donkere banaan dat ze echt al zowat uit zichzelf uit elkaar vallen. Dus het was zeg maar een goede polsspieroefening om deze bananen goed geprakt te krijgen. Zorg in ieder geval dat ze zo zacht mogelijk zijn. En dan kunnen ook de bananen door het mengsel heen. En uiteraard weer goed door elkaar spatelen. Je wil dit trouwens echt met de spatel doen, vanaf het meel tot aan dit. Met de spatel doen, want je hebt de rest al luchtig geklopt. En weet je wel, als je iets luchtig moet kloppen, dan wil je niet vervolgens de lucht er weer uitknallen. In ieder geval, als het dik genoeg is dat het mengding erin blijft staan, dan is het tijd om de oven op te warmen. Ideaal gezien heb je dat eerder gedaan, maar ik vergeet het altijd, dus bij deze. En terwijl de oven dan aan het opwarmen is, gelukkig is het bij ons een nieuwe oven, dus hij warmt snel op. Kan je de zooi in het beslag in het bakblik doen.
Ik moet toegeven dat het er op dit punt uitziet als een soort van klonterige diarree. Maar geloof me, het wordt lekker aan het eind. Tot mijn eigen verrassing, het, zelfs met al mijn aanpassingen, het wordt echt super lekker aan het eind. Je moet het alleen tijdens het bakproces. Je moet er niet te lang naar kijken, zullen we maar zeggen. Dat heb je soms met dingen. Maar goed, als je dan het goed verspreid hebt, dan kan je nog eventjes proeven. En ja, het smaakt op zich al behoorlijk lekker. Er zit natuurlijk een hele berg suiker in. Vervolgens, terwijl de boel dan in de oven staat, het leukste klusje van allemaal, de afwas. Probeer ik altijd wel tussendoor eventjes te doen, dan ben je er tenminste vanaf. En gelijk even afdrogen, zodat ook het aanrecht weer leeg is. Ik weet niet, ik heb er altijd een hekel aan als dat er zo is. Maar goed, het moet ongeveer 45 minuten in de oven, 160 graden. Ik heb hem op hete lucht gezet en dan staat het daar te staan. En kan je ondertussen een overige banaan opeten. Gelijk weer een portie fruit gehad, altijd goed. En dan komt het eruit en is die vers en goed. En ik heb er trouwens wel even zo'n ding ingestoken. Zo'n grote cocktailpreker om te kijken of die droog is aan de binnenkant. Dit idee, ja, dit, oh echt, doe dit niet. Dit was een soort chocoladespul wat niet goed wilde smelten. En de cake is in ieder geval heerlijk. Het chocoladespul niet aan te raden. Doe dat niet, laat dat weg. Tenzij je weet hoe je een fatsoenlijke chocoladedrip maakt. En dat weet ik niet, dus vandaar. En laten we ook gelijk de binnenkant bekijken. Ik zou zeggen, experiment geslaagd. Het is een eetbaar bananenbrood. Het is eigenlijk hartstikke lekker. Again, die chocoladedrip massacre ramp, laat die weg. Maar bananenbrood zelf super lekker. Ik ga het zeker vaker maken. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om een experiment te zien. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En als je meer wilt zien kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe voornamelijk make-up. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!